N-VA doet deze ochtend zijn Valentijnsactie. Dat wil zeggen dat we aan alle grote stations in Vlaanderen en op een paar andere plaatsen een praline uitdelen aan de pendelaars, aan de mensen die 's ochtends op de baan zijn. Voor Valentijn, een chocolade in hartvorm. Alle Vlamingen graag en alle mensen tout court. Maar er zit natuurlijk nog iets aan verbonden. De mensen worden opgeroepen om eens naar onze website te komen. En als bijzondere actie om op date te gaan met de voorzitter van de N-VA, met mij dus, om eens te tafelen en eens te praten over wat wij belangrijk vinden. Dat zijnde een sterker Vlaanderen. Ik vind het heel tof. Ik vind het echt plezant om op de vooravond van Valentijn zo'n hartje te krijgen. Ik vind dat heel positief. Hè? Hij doet goed zijn best. En hij zorgt voor de mensen voor Valentijn. Ik vind dat wel plezant dat je zo'n leuk snoepje krijgt voor op de trein, de dag voor Valentijn. Het is eigenlijk ook wel interessant dat je misschien met een heel slimme mens rond een tafel kunt zitten om er allerlei vragen aan te stellen. Als ze kunnen mailen, ze kunnen zich inschrijven, ze kunnen vragen doormailen die ze hebben voor ons, om over ons programma van gedachten te wisselen, de pre-campagne die nu loopt. En als ze geselecteerd worden, dan nodigen wij hen uit om samen eens te gaan eten met mij. Mensen hebben het heel vlot aangenomen. Nu zijn we benieuwd of er veel reacties komen op de website en op de mail om dus effectief op date te gaan. En ik ben heel benieuwd.